Deze video gaat over het manipuleren van een stukje sprank in een rondere vorm. Je hebt hiervoor een stukje sprank met veel gaten nodig. De beide uiteinden van de sprank staan nog op breinaalden. De breinaalden bij elkaar leggen geeft al een klein beetje een idee van de vorm. Nu moeten eerst alle steken overgezet worden op een tunische haaknaald. Als alle steken van de eerste breinaald zijn overgezet, ga je door met de steken van de tweede breinaald. Hecht het garen aan waarmee je de sprang af wilt werken. Haal hiervoor eerst één lus door en daarna twee met dubbele draad. Laat het draaduiteinde nu vallen en ga door met steeds twee lussen door te halen. Er staat nu nog één lus op de naald. Knip daarom de draad af en haal de laatste lus door. Dit is het resultaat. Nu alleen nog even hier vastzetten met een paar steekjes. Deze vorm kan zelfs nog verder gemanipuleerd worden. Ik rek het uit tot de vorm die ik nodig heb om in het frame van deze lamp te passen.